mensen. Er zit iets tussen de deuren. Oké. Okay. Hoi lieve mensen, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Today it's Monday. Dit is het oudje voor vandaag. Nou ja, niet voor de hele dag. Ik had vanochtend iets anders aan. Maar vanochtend naar school geweest. Ik moet deze... Auw! Ik zat op een föhn. Ik moet deze week weer elke dag naar school. Hoe nou ook, dus ik moet morgen ook huilen. Maar ja, dat gezegd te hebben. Today it's Monday. Ik heb dit shirtje aan van... Goeie vraag. Even kijken hoor. Lois. Kijk achterop. Met dit broekrokje van I don't know waar. Maar nu zie ik er echt niet uit, want ik heb net de hele tijd geleerd. Ik moet even een oudje zoeken voor morgen. Ik had eigenlijk Fiona Sandro trui aan. Maar Fiona heeft ook wel leuke jurkjes. Dus ik dacht, ik ga even in Fiona's kast kijken. Maar ja, dat gezegd te hebben. Er staat niet zo heel veel op de planning deze week, vooral school. Dinsdag ga ik naar morgen dus, ga ik naar Kilo Kilo met Teline. Daar heb ik wel heel erg veel zin in, want we mogen daar opnemen van hun en allemaal outfits maken. En ja, dat is super leuk, maar daar komt nog een aparte video van. Vandaag heb ik voor het eerst mijn haar anders gedaan dan dat ik normaal deed. Oh, dit gaat helemaal fout. Je ziet het al. Maar ik had mijn haar dus eventjes snel kort gekruld. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ik weet niet of jullie het in mijn vorige vlog hadden gezien. Maar ik heb mijn kamer veranderd. Namelijk dat mijn bed nu daar staat en mijn kaptafel hier. Niet dat iemand iets boeit. Maar alsnog, ik weet niet of dit Hélène is. Nee. Hoe dan ook, ik heb dus de hele dag geleerd. En ik ga dadelijk in de avond gewoon mijn samenvattingen gewoon nog doorlezen. Maar ja, dit zijn mijn samenvattingen. Dit en dit. Helemaal prima, dus dat ga ik zo nog even doorlezen. Maar ik ga even mijn kamer zo opruimen, outfit maken. Maar daar bel ik altijd Hélène even mee. En dan moet ik morgenochtend nog even een sneltest doen voordat ik naar school ga. Want dat moet nu elke dag. Maar in ieder geval, ik moest dus aardrijkskunde kunnen leren. Gelukkig heb ik mijn samenvatting nu af, want is dat geweest, weet je wel. Dan hoef ik dat niet meer. Dat is altijd het ergst van leren. Tussendoor leer je wel heel veel, vind ik altijd, van samenvatting maken. Maar ja, ik ga ook eventjes een maskertje op, want daar ben ik echt dringend aan toe. Ik ga even alles schoonmaken hier in mijn kamer, want nu merk ik dat ik wel weer eventjes eroverheen moet gaan. Ik weet niet wie dit weer is. Oh, dit is wel een... Oké, hoor je allemaal? Het is echt ziek laat. Het is bijna 12 uur, maar... Ik heb nog echt zitten leren gewoon. Ik ga nu echt slapen, maar ik moest gewoon nog even leren. Want ja, ik weet zeker dat ik morgenochtend anders niet op tijd wakker word om nog te gaan leren, weet je wel. Dus ik denk dat ik het nu helemaal ken. Alle paragrafen. En nu ga ik echt slapen, anders kom ik nooit meer mijn bed uit. Ik trek dit vestje uit, want het is veel te heet. Ik kan niet meer, jongens. Ik zie jullie precies morgenochtend. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Het is half acht. Ik heb maar 7,5 uur. Ik heb gisteren nog heel lang wat geleerd. Ik heb gisteren van 10:30 tot 12 geleerd. Dus dat is pittig lang. I'm not going to
ik ben hier met Elena. Vanochtend zagen jullie mijn rare hoofd. Nou ja, nu zijn we inmiddels omgekleed. Het is 8:30 en om 9:00 moeten we vertrekken, maar we moeten een test doen. Dus jullie mogen meegenieten. Ja. Dit zijn onze ouwtjes. Look at this. Elena heeft een leren rokje aan met een t-shirt en ik heb een lange broek aan. We love it. Nou, nu gaan we lekker testen. Woehoe. There's something about the way that you understand. We don't need a rush and we don't need. Heb je neus al gesnoten? Ja. Ik hou het erover, anders kan ik het niet. Ik doe het niet heel diep, maar wel. Je moet echt even diep. Ah! Ja, stop nou weer daar. Oh, het doet niet eens fijn. Je zit echt niet zo diep. Je mag hem iets dieper doen, want ik zie. Ah! Ja, je moet niet. Ga je dat ook doen? Dat de andere neus gaat 10 keer draaien. Hij moet echt net als het midden niet meer zien, volgens mij. Niet terugtrekken. Ja. Conversations over wine. Killing time. You and I. In this moment we're alive. Infatuated with your eyes. And the way they look at mine when we're killing time. Maar gewoon zo, hè? Nee, dat is echt fair. Ik kan daar niet. Oké, wacht, ik doe gewoon mee en mee. Zo diep, zo in diep. Hij moet daar. Kijk, ja, dat is daar moet. 10 keer. Oh, wacht even. Ja, ik denk dat het hier. Sukkel, nee. Ik was verder. Ah, jij doet gewoon de. Ik heb altijd wel leuk. Ik wil wel verder. Ja. Hij kan niet verder. Zo heb ik geen corona, nee. Wacht, daarom ben jij nee. Ja, ik vind het. Lines for conversations over wine. Killing time, you and I. In this moment, we're alive. Infatuated with your eyes and the way they look at mine when we're getting time. Ja, top 9. Nou, top. Gedaan. Gedaan. Ik hoop zo dat er bij jou geen testlijn komt. Hoi lieve mensen. Het is nu middag en ik ben terug van school. Het was op zich gewoon een chille dag. Ik had niet zo heel veel stomme vakken of zo. Ik had wel een toets en die ging op zich best wel goed. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Nu ga ik zo meteen naar Kilo Kilo. Naar Telina. Want we gaan een hele leuke video opnemen. Alleen moet ik eventjes mijn make-up fixen. Want er zit nog een beetje mascara onder mijn ogen. En dat is niet helemaal de bedoeling. Maar dat komt omdat ik deed het in mijn oog wreef. Omdat er deed het mascara onder. Of hoe heet het? Mijn lens zat niet goed. Dus toen moest ik dit het wrijven. En ik zal eventjes gewoon mijn haar zo meteen nog even een beetje fixen. Maar ik doe voor de zekerheid eventjes nog een beetje extra. Extra laagje. Want dadelijk voor de video moet ik natuurlijk wel. Leuk ad zien. Ik moet ook nog even een andere outfit aandoen. Dat komt wel goed. Het is nu 3:00. We moeten over een 30 minuten gaan. Ik ben echt net uit school. Ik ben echt net thuis. Ja. Vandaag is mijn vrijdag en morgen geen toetsen. Dus vandaar dat ik het vandaag had ingepland. Dus dat is wel heel erg fijn. And now we're going to Kilo Kilo. Ik heb er echt zin in. Want er zijn blijkbaar niet heel veel mensen, zegt ze. Dus dat is wel heel erg fijn. Dat het gewoon een beetje voor ons alleen is. Nou jongens, we hebben 10 minuten de tijd om een outfit te kiezen. En we gaan voor de casual outfit. Als eerst. Dus de tijd gaat nu in 3, 2, go! Oh, jij gaat eerst kiezen.
Stel je 60 kipnuggets, krijg je er maar 40. Ja, stel dat zou gebeuren. Dat is toch net gebeurd? Ja. Daarom zei ik nog snel. Oh. En papa die heeft een kouder pounder. Papa zei zo, mag ik 1 double kouder pounder? Kouder, kouder, powder. Powder. Yeah. Nou, dat was fantastisch. Ik, mensen, het is nu avond. Ik sta nog met mijn schoenen op mijn bed. Maar ik had een pakketje binnen. So, I had to unbox it. Hij is van Tuthola. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar daarmee mocht ik een pakketje ontvangen. Vond ik echt super leuk. Het is een vriendin van mijn zus. Dus volg het allemaal eventjes. Het staat hieronder. Maar hun hebben echt super leuke dingen. Het pakketje zelf al. Helemaal leuk. Maar volgens mij zit er een haarclip in. Ook voor mijn zus eentje. Yes! Kijk. Dit zijn de haarclip. Ik vind dit echt de perfecte size. Weet je wel. Oh, deze lijkt op camera heel anders. Je moet het even zo zien. Nee, het is toch... Het lijkt heel raar roze, maar het is een beetje donkerroze. Maar dit is toch ziek leuk voor in je haar. I like it. Kijk. Deze lijkt een beetje op camera rood, maar het is een hele andere kleur. Maar ik vind deze lichtroze ook wel heel mooi. Yes! So, I really like it. Volg ze even. Ik maak er nog een leuke foto mee. En dan, ja. Ik ben nu net thuis, want ik was in Tilburg. Ik heb dit outje aan, maar die trek ik ook gewoon morgen naar school aan. Want ik moest even een outfit vanmiddag kiezen. Ik hoop niet dat ik het te warm krijg morgen, maar dit trek ik gewoon aan. Dit korte broekje, oh mijn statief. Korte broekje met blouseje. Vind ik wel leuk. Kan wel. Zo, ja. Dat.